naar de discussie met u in de zaal, die wij niet zien, maar u bent er wel. En ik heb ook van alles al op de chat gezien, een heleboel vragen. En daar ga ik gewoon doorheen lopen. En dan verdeel ik dat een beetje over jullie, waarvan ik denk dat een persoon is die kan antwoorden. En anders pakken jullie maar over. Ik begin gewoon een beetje bovenaan, want sommige mensen hebben al bij jouw verhaal iets in de chat gezet. En zie ik wel waar we uitkomen en Marielle gaat mij daar vast bij helpen. De eerste vraag die stond er al heel lang en ik denk dat dat misschien wel een vraag voor Roland is, want jij hebt de trainingen gedaan, begreep ik. Zijn er tips voor het beter opleiden van de coaches voor effectiever maatwerk? Ja. Ja. Ja, dat is een antwoord, ja, maar ja, wat voor tips zijn er? Ja. Nou, het belang is dat je onderscheid maakt over waar bestaat coaching uit. En wat we heel erg, zeker vanuit die pragmatische benadering waar Wannes het ook over had, is dat we heel erg geneigd zijn van, goh, welke belemmeringen ervaren mensen? Welke vaardigheidstekorten hebben ze? En dan gaan we ze daar, gaan we dan op sturen. En dan ook vaak nog op de gezondheidsproblemen die heel erg moeilijk te veranderen zijn. En dan met coachen, dat schiet niet echt op. We zien dat reïntegratie, als het alleen over vaardigheden gaat, dan werkt het eigenlijk niet goed. Veel belangrijker, of in ieder geval net zo belangrijk, is de kant van de motivationele aspecten. Dus dat het vertrouwen in je eigen kunnen, dat versterkt wordt. Dat het belang van het perspectief, dat versterkt wordt. En dat is vooral als het je eigen perspectief is en niet het perspectief van de coach. En dus die twee elementen van gedrag en motivatie, daar moet het echt over gaan. En die twee dingen samen. En dat betekent ook wel dat je in de begeleiding heel veel eigenlijk praat over wat maakt het moeilijk, welke dingen zouden we kunnen bedenken om het makkelijker te maken, om daar omheen te kijken, met om te gaan met de onvermijdelijke tegenslagen die in dit soort trajecten het geval is. En die versterking, ja, dat is echt een sleutel in het verhaal. En betekent dat, is dat wat jij in het begin zei, niet die pragmatische aanpak om het op te gaan lossen voor de cliënt, maar een andere benadering? Ja, zeker. Na het eerste gesprek een plan van aanpak maken, dat is bijzonder knap als dat een goed plan is eigenlijk. Hè? Dus dan, je moet niet gelijk het op willen lossen, dat is eigenlijk wat je zegt. Nee, en eerst eens kijken, wat hebben we in de Kuip samen? Waar praten we over? Ja. Nou, ik vond dat ook in het onderzoek, hè, dat we hebben natuurlijk focusgroepgesprekken gehouden met de klantmanagers allemaal en die coaches. En wat bleek, dat op een gegeven moment waren de mensen die wel konden uitstromen, die waren uitgestroomd. En toen bleef er een groep over, zeg maar na ongeveer anderhalf jaar, of na ruim een jaar, die echt heel moeilijk te begeleiden was naar werk. Hè, mensen met echt zeer serieuze problemen, gezondheid en sociaal enzovoorts. En ze zeiden, ja, dan moeten wij gesprekken voeren. We hebben 5 of 6 contacten met jou. Wat moeten we nou met die mensen nog bespreken? Want er is eigenlijk niet veel meer mogelijk. En toen zeiden ze, ja, we hebben het ook gevoel dat het niet lukt. Toen zei ik in een focusgroepgesprek, ja, misschien moet je, conform ook de training van Roland, misschien moet je gewoon even loslaten. Even niet er bovenop gaan zitten. En de ruimte geven aan een ander om te komen. En toen sprak je ze een half jaar later weer. Toen zei ze, nou, het is ongelooflijk wat er gebeurd is. Het kan aan de arbeidsmarkt liggen, maar ik weet niet. Maar er zijn heel veel mensen die hebben zelf het initiatief genomen en hebben werk gevonden of zijn iets anders gaan doen. En ik heb helemaal niks gedaan. En toen dacht ik van ja, misschien is dat juist wel het bewijs van dat je moet leren loslaten. En dat het best moeilijk is voor coaches, want die zijn opgeleid om juist in te grijpen. Ja, en worden ook zo aangestuurd. He, vaak vanuit de organisatie met targets en dit en je moet zus en zo. En dan, ja, dat vertaalt zich in de, eigenlijk is een trapje naar beneden, dus het vertaalt zich in de relatie met de cliënt. Of, ja, wou je dat zeggen, Jolanda? Ja, ik weet het niet meer. Ja. Maar jij zei met vertrouwen, dat het eigenlijk toch gewoon om het vertrouwen gaat. Want ik identificeer me dan natuurlijk met mijn doelgroep, hoe noemen we dat, ervaringsdeskundigen. Dus dat je vertrouwen krijgt, zo simpel eigenlijk, toch? Ja, want dat bleek ook nog, dat dus op het moment dat je loslaat, dan geef je in feite het signaal dat je vertrouwen stelt in de ander. Ja, dat is de basis volgens mij. En het bleek ook dat op het moment dat je als coach, er waren coaches die hadden daar best moeite mee om dat te geven, op het moment dat ze dan de zaak weer terugpakten, was het vertrouwen ook direct weg. Ja. En
dat is de les die je dan moet leren als coach. En dat is best moeilijk. Ja, het gevolg is ook dat de coach de hele tijd denkt dat hij weer het nieuwe goede antwoord of de nieuwe goede oplossing moet bieden. En die neemt hij het over. Ja. Ja, dus als coach echt een stap terugzetten. De cliënt is expert over zijn eigen leven. Dat is echt een sleutel. De tweede is dat, ja. Allemaal om vertrouwen, dat is wel duidelijk vanmiddag. Ik heb nog meer vragen, dus ik ga jullie eventjes... iemand zegt, ja, die is anoniem in de chat, dus ik weet niet wie het heeft gevraagd. Aan de voorkant zijn nu vaak doelgroepen gedefinieerd. Is het op basis van dit onderzoek aanbevelingswaardig om doelgroepenindeling meer los te laten? Is dat de vraag voor jou, Ruud? Ik denk wel dat het een goede vraag is voor het onderzoek, omdat we dat eigenlijk niet gedaan hebben. We hebben mensen willekeurig toegewezen aan bepaalde groepen. En we hebben dus niet geselecteerd op basis van doelgroepen. Het idee was ook juist dat waarschijnlijk... je weet niet wat gaat werken in een bepaalde context. Hè. Dus vandaar dat we mensen willekeurig hebben toegedeeld. Omdat we vooraf voorkomen zuiver wilden zijn. En niet van vooraf wilden bedenken van wat zou voor welke doelgroep nou het beste werken. Nee, dat hebben we juist niet gedaan. En we denken ook dat doelgroepenbeleid, wat al zeer lang bij allerlei soorten instanties, maar ook bij de bijstand bestaat, dat als je dat vertaalt naar maatwerk, dan kan het werken. Als je vertaalt naar, we moeten mensen allemaal op dezelfde manier categoriaal behandelen, wat gebeurt in de feite de afgelopen periode, dat werkt dus niet, want dan lever je juist geen maatwerk. Dan bied je trajecten aan voor de groep waarvan je denkt, als professional, dat zal wel werken. Maar dat werkt dan niet, want je moet juist individueel maatwerk geven. Dat is afgestemd op de persoon. Ja. Duidelijk. Mag ik daar nog iets op ja, zeggen? Ja, je mag nog. Ja, want de gemeente Tilburg die heeft het doelgroepenbeleid losgelaten. En aangezien we hier in Tilburg zijn, leek het me, is misschien wel goed om nog iets over te zeggen. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat... Bij reïntegratie, bepaalde doelgroepen, letterlijk, daar moet je gewoon specifieke kennis in huis hebben. Hè. Ik noem maar jongeren met bepaalde beperkingen, daar moet je gewoon, daar heb je specifieke kennis voor nodig. Maar het probleem met doelgroepen is dat je schotten maakt. En je zal toch maar net op de grens van zo'n schot zitten. En dan zie je, daar is eigenlijk de optie die voor jou heel goed zou zijn. Maar dan mag het niet, omdat het in het doelgroepenbeleid niet past. Kijk, en dan, precies wat Ruud zegt, dan gaat het met het maatwerk weg. Specifieke kennis heb je voor bepaalde doelgroepen, jongeren, anderen nodig. Dus dan is het goed. Maar als het een schot wordt, dan is het verkeerd. Je moet wel over die grens van die doelgroep heen kunnen. Juist. Dat is, ik noem dat veel meer dat je dan focust op de problemen waar mensen mee te maken hebben. Ja. En dat je daar de aanpak op richt en niet op een groep die met bepaalde objectieve kenmerken die kwetsbaar is om te een of andere. Ja. Dat is een andere benadering. Ja. Ja. Vraag van Monique Oerlemans van de gemeente Tilburg. En die zegt, moet dat vertrouwen geven aan klanten dan eigenlijk niet door de gehele organisatie heen gebeuren? Denk ik dat ik iedereen hier zie knikken dat eigenlijk moet. Zowel Jolanda als Wannes hebben het erover gehad. Maar hoe gaan we dat doen? Want jij werkt bij de gemeente Tilburg. Hoe krijg je jouw collega's zover overal? Ja, ik wil niet over collega's praten. Het is een systeem, dat heb ik al eerder gezegd. En daar wil ik wel benadrukken. De transitie is in gang. En daar zijn we mee bezig. Maar je praat over een systeem wat best wel lang bestaat, gestoeld op de wet die er aan ten grondslag ligt. En het kost tijd en lef om daarin te veranderen. En als je bezig bent, tel je zegeningen en ga door. En daar zijn we mee bezig. En dat komt goed. Dankjewel, Monique. Wat ik veel mooi vind, hier spreekt ook vertrouwen uit, wat jij nu zegt. Ik heb vertrouwen, ja. Zeker. Maar het is ook, het is ook best lastig. Hè? We hebben dat experiment uitgevoerd. Als onderzoekers en samen met de gemeente. Daar zitten coaches op, maar daarnaast zijn er ook managers. Die moeten toezien ook op dat die uitkomsten van het experiment, dat het ook een beetje in de maand loopt. Dus wat wij hoorden in al die experimenten was ook wel dat het toch ook wel een beetje, het experiment zelf moet toch vertrouwen krijgen van het management. En dat was niet altijd het geval. En een van de dingen die daarbij speelde, was dat die focus op uitstromen naar betaald werk, daar worden die managers op aangesproken. Dus die hebben dat heel sterk nog in hun bagage.
En laten dat ook merken, van als ja, op het moment dat het experiment niet die uitstroomcijfers realiseerde, van ja, zijn jullie eigenlijk wel goed bezig. He, dus in feite, je hebt een experiment bij bepaalde professionals, maar eigenlijk moet de hele organisatie dan in het experiment meegenomen worden. En dat hebben we op dat moment niet bedacht of hebben we toen niet voorzien. En het was geen onderdeel van het ontwerp, maar eigenlijk is dat wel wat zou moeten. Dat je ook management en ook zelfs de bestuurders daarboven meeneemt in dat proces. En hoe ga je dat doen? Hoe ga je dat doen? Goede coaches. Nou ja, als goede voorbeelden. Nou ja, goede coaches zijn heel belangrijk dus als verbinder. Ja. En in Tilburg zijn we hier dus, hier hebben we al stappen in gemaakt. Hè. Het gaat om, dus Tilburg investeert in perspectief. Is perspectief voor alle burgers, iedereen die een uitkering ontvangt. En stapjes zijn stapjes en iedereen moet perspectief hebben. Dus het wordt niet alleen maar gefocust op de korte afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. Wat wij wel merkten destijds bij het experiment was in gemeenten waar ook bestuurlijk werd gedragen. Hè, door wethouder of gemeenteraad of mensen ook die hoofden van afdelingen zijn. Ja, dan loopt het experiment makkelijker en vlotter. En dat is eigenlijk wel nodig, dat je zoiets vrij drastisch, bijvoorbeeld in Wageningen, ging het om meer dan de helft van de mensen in de bijstand die aan het experiment deelnamen. Zo. Dus dan moet eigenlijk heel de organisatie mee veranderen. Ja. En als dat niet gebeurt, en daar gebeurde dat deels wel, deels ook niet, maar dat is wel een voorwaarde voor succes. Ja. Dus, ik kijk ook even naar Marielle, die ook door de chat heen gaat. Heb jij een... Ja, de vervolgvraag hierbij was eigenlijk in het bijzonder gericht op met name rechtmatigheidsconsulenten. Dus mensen die ook echt over over de centen gaan. Maar goed, daar heb je ook al wel op geantwoord. En wat ik zelf ook een interessante vraag vond, was van Frans Vlek van de NSPOH. Die vroeg, de complimenten voor het experiment. En of je ook kan zeggen dat het duidelijkste effect eigenlijk bij de professionals te zien is. Dus niet zozeer bij de cliënten, bij de uitstroom, maar juist aan de professional. Ja. Eerst even wat. Ik ben geen onderzoeker, dus ik heb het ervaren. Nee, dat vind ik een antwoord voor Ruud. Ja, ik heb er net een artikeltje over geschreven voor het tijdschrift Sociale Vraagstukken. Dat het niet alleen bij de professional zit, maar dat het ook wel effect heeft op de deelnemer. Alleen het feit dat wij, en waarschijnlijk doet de vraag een beetje op het feit dat we op dit moment heel weinig effecten, echt harde en grote effecten hebben gevonden. Ik denk dat dat vooral een kwestie is van tijd. En het feit dat wij veel meer nog moeten gaan kijken naar wat het op individueel niveau eigenlijk voor mensen heeft betekend. Wat we nu hebben gedaan, we hebben gekeken naar gemiddelde bij bepaalde groepen. Dan werkt het voor de een binnen die groep wel en voor de ander niet. Dan vallen die effecten tegen elkaar weg. En wij denken als we wat meer focussen op specifieke groepen van mensen daarbinnen, binnen die afzonderlijke groepen, dat we dan veel betere resultaten kunnen krijgen. En we moeten ook wat geduld hebben. Het heeft tijd nodig voor dit soort effecten zich laten openbaren. Dus we moeten gewoon het onderzoek voortzetten de komende tijd, om dat voor nog beter te kunnen onderzoeken. Ja, dank. Ik zie hier een vraag van Kees van der Wouw van de GGZ Breeburg. En die zegt, veel mensen in de bijstand hebben mogelijk een psychische kwetsbaarheid. Worden de coaches bijgeschoold op dit gebied? Dat is misschien een vraag voor jou, Roland. Dat zou kunnen. Dat hangt denk ik per gemeente af. Tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat, dat is zeker ook waar. Maar het is ook zo dat op het moment dat mensen gewaardeerd worden, eigenlijk het verhaal van Jolande is daar een belangrijk voorbeeld van. In de bijstand zitten zelf heeft negatieve effecten. Zodra je daar uitkomt, keert dat ook weer ten goede. En dat gaat ook vrij snel. Dus als mensen weer veel meer op hun plek komen, dan lossen ook een belangrijk deel van die problemen, kunnen dan daarmee oplossen. En ik wil het ook een beetje demedicaliseren, zeg maar. Hè? Dus omdat anders de focus zo gaat op die problemen. Terwijl het volgens mij, je moet zoeken naar waar de kracht zit. Waar het perspectief van de persoon zit. En daar proberen te faciliteren. Dan lossen een belangrijk deel van die problemen op. Ja, wat ik bijvoorbeeld wel mooi vond, is dat in een van de gemeenten hadden ze een lijst binnen de
de eigen gegevens, statistiek, gemaakt van belemmeringen. Dat was een lijst, er waren ongeveer 2000 bijstanders in die gemeente. Dat was een lijst van 725 belemmeringen. Toen vroeg ik aan de gemeente, hebben jullie ook een lijst van wat mensen wel kunnen, de mogelijkheden van mensen. Is die ook 726 items lang? Nou, die hadden ze niet. Hè? Dus dat geeft aan dat, maar als je aan mensen zelf vraagt in de bijstand, dan blijkt dat wel dat 2 op de 3, ofwel een mentaal ofwel een fysiek gezondheidsprobleem, zichzelf toerekent en daardoor niet aan het werk komt enzovoorts. Dus het is wel een serieus probleem. En had jij daar dan als coach behoefte aan gehad, aan iets meer achtergrondkennis? In sommige gevallen misschien wel, en daar zijn ook trainingen voor, hè, en de uitvoering. Ik weet niet of ik in dit microfoontje moet praten, maar de uitvoering wordt daar in het theater bij. Er wordt getraind, zeker. Specifiek, maar inderdaad, ja, het is een gegeven, soms wordt dat verteld en je kan een gesprek voeren, je kan het erover hebben en niet altijd nodig, nee. Dank. Een heel ander onderwerp, Joep Binkhorst van de Hogeschool Utrecht, die zegt mooie resultaten, is er ook gekeken naar de kosten? Deze intensievere begeleiding of het bieden van maatwerk vraagt om heel veel extra investering. Ja, nou kijk ik ook naar links of naar rechts. Ja. Ik denk, Ruud? Ja, ik moet er iets over zeggen. Oorspronkelijk was het wel een vraag die we als onderzoekers ook graag wilden weten. Van wat levert het nou eigenlijk op ook aan middelen? Hè? Dus bespaart het op de kosten voor de uitvoering of niet? Uiteindelijk is die vraag niet aan ons definitief gesteld. Dus hebben we ook niet echt op geantwoord. Maar wat wel bleek in een aantal gemeenten, omdat ik daar zelf ook wat meer interesse in had, was... wat bleek namelijk dat op het moment dat je niet uitgaat van trajecten, maar van maandwerk, individueel afgestemd op de persoon, dat je eigenlijk die dure trajecten, die waren ontwikkeld, niet nodig hebt. Zo hebben ze in één gemeente, zeiden ze tegen mij, hadden ze bespaard 60% van het budget in die periode dat het experiment liep, voor die mensen, op het budget wat normaal beschikbaar is voor het uitvoeren van dit soort trajecten. Dus dat geeft alweer van, ja, het kost natuurlijk wat geld, want je moet mensen, ja, je geeft mensen extra aandacht, dat kost extra tijd en dus heb je meer mensen nodig. Anderzijds levert het ook heel veel op in termen van die trajecten. En dat hadden ze helemaal niet voorzien. Dus ze hielden geld over en nu zeiden ze, ja, met dat geld kunnen we dan weer consulenten aannemen, zodat we het experiment kunnen voortzetten. Nou, prima. Dat lijkt me heel mooi. Heeft iemand anders daar nog wat aan toe te voegen of is dit duidelijk genoeg? Nou ja, het is precies de omkering die erin plaatsvindt. Hè. Dus de altijd dan zie je dat inkoop, die gaat trajecten of het liefst zo goedkoop mogelijk inkopen. Ja, en als je het ingekocht hebt, wil je het ook inzetten. Dus of het nou nodig is of niet, je gaat het dan inzetten. En je hebt het al betaald. Terwijl, ja, doe dat wat nodig is. Hè. Geef het zijne en niet iedereen hetzelfde. Ja. Ik denk een vraag voor Jolan misschien. Emiel die zegt, het lijkt erop dat alle communicatie vanuit het UWV of de gemeente gejuridiseerd is. Zo'n brief begint altijd met, als u niet dit, dan is de consequentie zus. En hoe zou dan die communicatie vanuit de overheid er anders uit moeten zien, zodat er vertrouwen uitspreekt? Ja, lijkt me niet zo moeilijk. Dat ook wel, ja, zeg maar. Nou, die moeilijke begrippen weglaten en... En gewoon een manier van communiceren, anders. En de aanhef moet al anders beginnen. Ja, het gevoel wat je overhoudt, maar dat is natuurlijk abstract, maar... Jij wil ook toelichten? Ja, zeker. In Tilburg zijn ze nu bezig, maar dat gebeurt toch heel het land met helder beschikken. Helder beschrijven is het eigenlijk. En een collega van mij vertelde laatst waar de kern in zit. Is de gemeentes, wij praten in instanties, ook de grotere overheid, we praten vaak in wij-vorm. En dat is heel lastig voor een burger. Wij, dan voel je al achter staan. En dat is iets wat je zou kunnen veranderen. En waar ik gewoon over na ben gaan denken is, als je het hebt, vertrouwen is natuurlijk. Dan is het heel gek dat je in een van je eerste communicatiemiddelen de kaders erbij haalt. Want je hebt helemaal geen reden nog om aan te nemen dat iemand... En dat is wat gebeurt, hè? Dus dat iemand mogelijk gaat frauderen. Maar je zegt wel, het mag niet. Nee, het is logisch dat er kaders zijn, maar wanneer haal je die erbij? En op wat voor manier
communiceer je dat? En daar zit denk ik in het begin al de sleutel. Want het is waar, een van de eerste brieven van het UWV, de gemeente weet ik niet, denk ik ook, daar staan ook logisch informatief verplichtingen in, maar er staan ook soms, en dat doet iets, dat moet je in ieder geval beseffen als organisatie, dat iets doet. Maar wat ik ook vaak gehoord heb van die klantmanagers was dat op het moment dat er zich een probleem voordeed in de begeleiding van mensen, of te maken heeft met werk of met gezondheidsprobleem, wat dan ook. En er was een regeling bij de gemeente die zich daartegen verzette. Dan kregen ze direct een brief waarin die rechtmatigheidsaspecten uitvoerig werden uitgelegd. Op dat moment had de klantmanager misschien een jaar geïnvesteerd om vertrouwen te wekken bij de deelnemer. En dat was dan direct weg. Ja. En dus zo heeft Amsterdam ook geprobeerd om zeg maar in de taal naar mensen, de communicatie naar mensen, om de taal te versimpelen. Want we weten dat het niveau van taligheid, van het gebruik van de Nederlandse taal bij die groep, vraagt om een andere manier van communiceren. En dat moet je echt serieus doen. We hebben dat bij het experiment ook in het begin geprobeerd te kijken van hoe kunnen we nou die brieven die we opstellen aan mensen, hoe kunnen we die nou eenvoudiger maken en simpeler en dat het ook goed overkomt. Dan nog bleek dat er een aantal mensen niet lezen, maar in ieder geval, die stap moet je wel zetten als gemeente. Denk ik. Ja. Nou, is in ieder geval een belangrijk punt wat Emiel hier naar voren brengt. Het lijkt zo simpel, maar het gebeurt dus niet. Ja, maar het is ook een omkering weer, hè, van wat zet je nou centraal als gemeente? Zet je nou die klant of die cliënt centraal of zet je je eigen processen centraal? En vanuit die juridische kant gaat het eigenlijk over je eigen processen. We horen soms dat bij gemeenten, hè, dus dat als ze feitelijk een sanctie moeten uitvoeren en dat niet doen, dan wordt de jaarrekening niet goedgekeurd door de accountant. Dus gaan ze een sanctie om voor hun eigen proces op orde te houden. Ja, het is. Dat is de omkering, ja. Marielle, heb jij nog iets wat je er zo uitpikt? Ja, ik heb nog een vraag van Gail Murray. Zij is juriste en ze vraagt zich af of dit experiment ook tot structurele aanpassing van de wet en regelgeving zou leiden of zou moeten leiden. Wie gaat dit beantwoorden? Moet de wet en regelgeving worden aangepast? In de kranten lezen we elke dag natuurlijk de manier in de relatie tussen overheid en burger, dat er van alles misgaat en dat je op een andere manier niet alleen moet communiceren, maar op een andere manier met mensen moet omgaan. En ik heb zelf wel eens gezegd, in feite wat we hier met het experiment hebben geprobeerd, is om zeg maar de menselijke maat een beetje terug te brengen in die relatie tussen overheid en burger. En mensen te behandelen als mensen en mensen te zien als mensen. En ja, dat lijkt vanzelfsprekend, hè, maar zo gebeurde dat eigenlijk toch niet. En dat is wel, dat vond ik persoonlijk wel als onderzoeker wel stuitend om te zien. Waardoor het wantrouwen van de deelnemers, van mensen die in die situatie zitten, zo groot is naar die overheid. Ja, dat kan toch niet de bedoeling zijn, want daardoor wordt ook beleid heel ineffectief. Als je die relatie niet goed hebt, mensen zijn best wel aan te spreken, maar dan wel op een normale manier en ervan uitgaan dat de ander goed wil in plaats van alleen maar slecht wil. Exact. Het zijn een heleboel vragen. Dit is natuurlijk ook een hele belangrijke van Irene die zegt, hoe worden deze ervaringen verder uitgerold? Zowel in Tilburg, maar ook naar andere gemeenten. Ja, dat is misschien dat Roland ook nog, die heeft ook veel contact met andere gemeenten. We hebben natuurlijk voortdurend contact gehouden met het kabinet en met de gemeente, met de wethouders, maar ook met mensen die bestuurlijk verantwoordelijk zijn. En we hebben natuurlijk deze ervaringen ook naar de Tweede Kamer gerapporteerd. Ik denk wel dat viel goed. Hè. Er is best veel publiciteit over geweest. De gemeente wilde ermee aan de slag. De overheid zei ook dat met name bijvoorbeeld op het punt van de minister, op het punt van deeltijdarbeid, hè, dat er te veel regels zijn, waardoor mensen niet die stap durven te zetten vanuit de bijstand naar meer uren werken. De andere manier van begeleiden, ook daar wilde de minister wel ruimte voor geven. In die zin denk ik dat het gevoel is er wel dat mensen het willen oppakken, maar corona heeft wel een beetje roet in het eten gegooid. Dus we horen nu op dit moment heel weinig uit Den Haag. Maar we verwachten toch wel dat weer wordt opgepakt op het moment dat het wat beter gaat. Roland, nog iets toe te voegen? Ja, er zijn
dat mag je zo meteen. Ja. Er zijn nog twee ontwikkelingen die ik graag wil noemen hierin. Daar is Ruud ook bij betrokken. We hebben ze samen met Divosa, branchevereniging van sociale diensten en van de directeur van sociale diensten en de beroepsvereniging SAM van voor klantmanagers. Is een community of practice van verschillende gemeenten. Daar is ook Tilburg lid van. De community heet Gewogen Maatwerk. En daar zit ook gemeente Den Haag onder andere in, maar ook Rivierenland, Amersfoort. Er zijn een aantal gemeenten die echt dedicated op dit onderwerp zijn. En ook daar al jaren in investeren om dat voor elkaar te krijgen. Om daar zeg maar ontwikkeling in als organisatie in door te maken. En ja, dus daarin komen dit soort, de kennis die hier uitkomt, wordt daarin verder ja, meegenomen. En het idee is hè, dus dat god, er liggen nog veel vragen open. En dus als nou de ene gemeente doet dit en de andere gemeente doet dat, dan kun je van elkaar leren en dan kan je op die manier sneller die kennis opbouwen. Dus dat is één ontwikkeling, dat is gestart. Voor diegenen, mensen houden het in de gaten en zodra je mogelijkheden ziet, haak aan. Het tweede is een wat abstractere, dat is samen met de VNG ook en met Divosa en met SAM, de beroepsvereniging. En dat heet het werklandschap. En dat is een informatiesysteem waarin zeg maar het primaire proces is opgeknipt en wat je daar allemaal aan instrumenten hebt. En daarin zit eigenlijk dit gedachtegoed ook ondergebouwd. Ik werk daarmee samen ook. Er start nu een eerste experiment met 10 pilotgemeenten om dat zeg maar, ja, eigenlijk systematischer te kijken naar het proces en wat je inzet en wat de effecten daarin zijn. Dus dat is een soort onderlegger waarop je zeg maar, verder kunt bouwen. En goed, dat wordt nu ook nog in een nieuwe ontwikkeling zeg maar, verder uitgewerkt. En met die 10 pilotgemeenten en daarna, het wordt gefinancierd en gespoord door het ministerie van Sociale Zaken vanuit het breed offensief, zoals dat heet. En daarna gaat het over naar de rest van de gemeenten in Nederland. Dat is echt een belangrijke beweging waar deze kennis in kan landen. Ja. En ga je daar de effecten dan ook weer onderzoeken? Ja, dat staat in de projectbeschrijving dat we dat gaan doen. Want we willen een lerende organisatie zijn, niet alleen op gemeentelijk niveau, maar ook met z'n allen. Ja. Fantastisch, hè? Ja. Dat is heel mooi, dat we daarmee doorgaan. Ik zie nog een vraag van Frans Vlek weer. Is de uitstroom naar betaald werk nou wel zo'n handige of realistische outcome-maat? Is een andere outcome-maat ook denkbaar? Misschien... Links of rechts? Ja, ik sta zo tussen jullie in. Ja, je kunt aanvullen, maar kijk, in de wet staat, dat de participatiewet, dat primair uitstroom naar werk het doel van de wetgeving is. Als je kijkt in de praktijk, dan zie je dat maar heel weinig mensen, 5 tot 10% zeg maar in een jaar tijd, ook werk vindt. Dus voor 95% tot 90%. Ja, is werk niet direct de meest logische stap die mensen kunnen zetten. Dus dat geeft alweer dat alleen uitstroom naar werk als doelstelling, dat veel te beperkt is. Tegelijkertijd geeft die bijstand ook de mogelijkheid om in contact te komen met mensen. En ja, dat is wat we feitelijk in het experiment gedaan hebben, op een andere manier met mensen omgaan, waardoor ook die andere doelstellingen van meer zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, welbevinden, gezondheid, dat je die problemen daarmee ook kunt aanpakken. En wellicht daardoor dan ook op wat langere duur wellicht meer effect ook realiseert. Ja. Om vervolgens dan in een latere stap alsnog die stap naar werk te kunnen zetten. Maar op de korte termijn is dat echt voor heel veel mensen een onhaalbare kaart. Ik ben het daarmee eens. Ik kijk ook even naar jou, Jolan. Moet de uitkomstmaat werk zijn? Ja, ik dacht dat het juist begonnen was om het welzijn van de mensen. En dat mensen een zingevend... gevoel krijgen met dat wat ze doen. Al is het voor een moederzorg of zo. Maar ja, dan moet alles van ons worden. Hè? Dat hebben we niet zomaar gedaan. Maar als je Yuval Noah Harari leest, dan krijgen we straks een hele generatie van mensen die geen werk hebben. En dan? Dus er is toch wel meer in het leven dan dat, zou je denken. Het is niet het enige zaligmakende, duidelijk. Nou, voor sommige mensen wel. En alsjeblieft, doe het. Maar voor heel veel mensen ook niet. Nee.
Maar denk aan muzikanten. Hoe visie als coach daarop? Nou, je gunt mensen dat ze werken. Of dat ze meedoen en daar voldoening uit halen en zich belangrijk of gehoord voelen. Daar gaat het om. En voor niet iedereen is werk weggelegd. En dat kan je respecteren. En je kan mensen dus in je begeleiding tegenkomen die goed zitten. Die doen wat ze doen en waar het prima is en waar de bijstand voor bedoeld is. Als tijdelijke ondersteuning, maar tijdelijk... Kan voor langere periode zijn als je de mogelijkheden niet hebt. En met alle respect, dat is prima. Maar je moet ik gun mensen werk. Ik gun mensen wel werk. En daar moet je wel naar blijven streven. Hè. En ook in dat vertrouwen. Iemand met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Betekent niet dat vertrouwen vertraging moet opleveren. Nee joh, ga pragmatisch te werk. Deze mensen kunnen dat aan. Die zijn zelfredzaam. Zet daarop in. Neem ze serieus, faciliteer ze en ze stromen door. En in die zin, weet je, dat. Ja. Nee, dat is hartstikke duidelijk. Dank. Ik kijk nog even, Marielle, had jij nog iets, een vraag? Ik heb nog een vraag van Cindy Rijmakers, ook van de gemeente Tilburg. En die vraagt of de resultaten van het onderzoek volgens jullie, dus volgens de mensen hier, ook goed zijn ingebed in het huidige beleid. Tilburg investeert in perspectief en de klantregie. Ja. Wie van jullie gaat dit beantwoorden? Hannes, Ruud? Ja, nou kijk, ik moet wel een beetje te raden gaan bij de gesprekken die ik met de wethouder en met mensen binnen de gemeente heb gehad. En dan blijkt wel dat de mate het experiment vorderde, dat de gemeente best bereid was om het eigen beleid ter discussie te stellen en daar kritisch op te zijn. En de uitkomsten van het experiment ook mee te nemen in nieuw beleid. Dat is dan vertaald in Tilburg in perspectief. We hebben wel gezegd, dat is één manier van invulling van zoals je kunt kijken naar die uitkomsten. Maar je kunt eigenlijk nog veel meer doen dan alleen wat daar gebeurt. Als je kijkt naar, als je het hebt over aandacht geven, want bijvoorbeeld een van de voorbeelden die mij opviel was dat de case load, die is natuurlijk heel belangrijk. Nou, in Tilburg in perspectief is die case load nog steeds 100. We hebben in het experiment gemerkt dat om dat goed te doen, mensen goed te begeleiden, is de case load van 50 tot 75 eigenlijk maximaal. Zeker bij intensieve begeleiding, niet bij eigen regie, maar wel bij intensieve begeleiding. He, dus dat geeft alweer van, de gemeente wil van alles doen en doet dat goed, denk ik. En heeft het over dat vertrouwen belangrijk is. Maar ik denk dat we met elkaar nog eens goed moeten doorakkeren. He, wat de uitkomsten van het experiment ook zijn en hoe je dat kunt vertalen nog naar verdergaand beleid. Ja, en die... case loads, dat is een belangrijk onderwerp en dat verhoudt zich tot, dat zeg ik ook tegen de klantregisseurs, dat verhoudt zich tot de opdracht die je ook meegeeft met vertrouwen. Dus het leidt onherroepelijk tot, je moet keuzes maken in je case load. Dus bereik je niet iedereen, tenzij je daar op een hele slimme manier mee omgaat, maar dan bereik je nog steeds niet iedereen. Dus dat verhoudt zich tot elkaar en dat kan je niet ontkennen. Ik had zelf ook nog een vraag opgeschreven, al helemaal in het begin, en aan Jolan. Ben jij nu door dit experiment ook anders tegen de gemeente aan gaan kijken? Vertrouw jij de gemeente nu ook meer? Ik moet meteen denken, nee. Maar ik moet even denken, vertrouw de gemeente meer? Ja, de gemeente is ook zo abstract natuurlijk. Ja. Hè? Ik kan niet meer in een overheid. Nou, nu hebben we de corona, dus het verandert natuurlijk ook weer alles. Het is misschien wel een heel abstracte vraag. Ja, dus het is te groot voor mij. Ik weet het echt niet. Ja, ik weet niet of wat jij die vraag stelt aan de mensen. Aan de deelnemers. Ja. En ik moet het eerlijk zeggen, maar in Tilburg, wat opviel, was dat vertrouwen eigenlijk in die overheid heel erg klein was. Maar wat ook opviel, was dat in het experiment, dat vertrouwen in de coach... dat was sterk toegenomen.
Maar vertrouwen in de overheid was sterk gedaald. Dus naarmate men langer deelnam in het experiment, nam dat vertrouwen in de overheid juist af in plaats van toe. En ze zeiden, maar ja, die coaches die horen eigenlijk toch niet bij de gemeente, of wel? Toen zei ik, ja, maar die... Maar dat illustreert dus dat een coach is een persoon met een persoonlijk contact en een gemeente is. Dus wat jij zegt, wantrouwen en een abstract iets. Ja, van de ene is wantrouwen en van coach vertrouwen. Dus dat is natuurlijk wel een verschil. In het kader van het experiment is dit ergens ook wel een soort logisch dat dat gebeurt. Want je noemt het een experiment, dus je noemt het anders dan normaal. Dus je benadrukt dat er een andere wereld is. En dat is dan ook het, misschien wel het effect. Kan dat het? Zou het niet normaal Ik ben geen onderzoeker. Maar nou, dat is wel gelijk een bruggetje naar, in ieder geval mijn vraag. Wanneer, het is een experiment, wanneer wordt het normaal? Ja. Nou ja, na het experiment moet dan het kabinet besluiten of de participatiewet wordt aangepast. Tot op dit moment is het de boodschap van het kabinet dat ze dat waarschijnlijk niet gaan doen. De staatssecretaris is wel aan het nadenken, de staatssecretaris van toen, nu is het een andere, over deeltijdarbeid, of wellicht daar wat meer ruimte in de wet kan komen. Er hoeft waarschijnlijk de wetgeving niet te worden aangepast, maar in de manier van uitvoering kun je ook veel doen. En zeker die ruimte geven aan gemeenten om de coaches te instrueren op een andere manier te begeleiden. Die ruimte is er in de huidige wetgeving ook al. Dus dat kan sowieso. En wordt dat wel het nieuwe normaal? Zeg je, sorry? Ik zeg, wordt dat dan wel het nieuwe normaal om binnen die bestaande wet die coaches op een andere manier ruimte te geven? Ja, dat is de hoop die wij hebben naar aanleiding van die uitkomsten. Ja, dat zal per gemeente verschillen. In Tilburg heb ik wel het gevoel dat dat aan de hand is. Ja. Oké, dat is mooi. Ik kijk ook even naar de klok, want wij gaan het einde van deze zorgsalon naderen. Nog een laatste opmerking, boodschap, vraag, discussie. Ik begin even bij jou, Roland. Nou, hoeft niet hoor, maar... Ja, nee, ik wil nog wel even terugkomen op één punt rond die vraag van Frans Vlek, was dat geloof ik, over die uitkomstmaat, of de uitkomst... uitstroom naar werk, moet je dat nou wel of niet doen? Nou, het heeft gewoon ook met de financiën van de gemeente te maken. Maar wij zeggen daar, ons antwoord daarop is toch wel van monitor op die uitstroom. Dat is iets anders dan sturen. Want eigenlijk krijg je heel snel dat de indicator en dan gaat iedereen daarop letten. Nee, dat moet je wel monitoren. Maar stuur op de kwaliteit van de professional. Daar ligt de sleutel. Want niet alles wat je doet leidt. We zien nu bijvoorbeeld wat COVID kan doen. Zomaar komt. We hebben helemaal geen controle over. En dat bepaalt heel veel van hoe dat nou wel of niet werkt. Nee, wat je hebt waar je als organisatie op kan sturen. Is de kwaliteit van de professional. Dus doe dat. En maak dat een lerend geheel. Dank. Mooi. Ik ga even gewoon het rijtje. Jolan, had jij nog een... Nou ja, wat jij zei, dat die professional, de coaches, dat die goed geïnstrueerd worden hoe ze het doen. En dat ze niet vooringenomen zijn, dat lijkt me heel belangrijk. En open blijven, dat niet denken van, dat weet ik, dat was bij de vorige ook zo, dus dat lijkt me... Maar dat is gewoon een karaktereigenschap ook, denk ik, die je moet hebben. En empathisch, dat is dingen die je volgens mij niet zo gauw kan leren. En nog iets, maar dat weet ik niet meer. Ik ben maar wel blij. Maar dit is in ieder geval belangrijk natuurlijk, dat de coaches ook... Oh ja, nee, dat als je de manier van nu mensen begeleiden, dat lijkt dan langer te duren, want je moet er nu heel veel tijd in besteden. Maar ik denk dat het veel efficiënter is voor de hele economie als mensen straks werk vinden wat bij hen past, dan blijven ze ook langer dat werk doen dan nu. Maar net zoals ik van een stomme baantje naar het andere en heel weinig verdienen. Dus ik denk dat op lange termijn dat het heel fijn is. Lange termijn positieve effecten heeft. Ja, zowel voor jouw welzijn als voor de economie. Zeg ja, maar het duurt lang. Ja. Maar goed, dat was jouw eerste opmerking. Vertrouwen opbouwen duurt lang, maar heeft wel effect. Ja. Had jij nog iets als laatste? Nee. Nee, ik heb alles gezegd. Je hebt alles gezegd. Nou, hartstikke fijn, hartstikke mooi. Ruud? Ja, wat ik wel wil zeggen nog op het eind misschien, is dat...
Kijk, het gaat eigenlijk hier om het reïntegratiebeleid. Om mensen die buiten werk staan, om die terug te leiden naar werk wat bij hen past. Nou, dat laatste is al heel lastig, want het blijkt dat in die bijstand ongeveer 60-70% vindt alleen maar tijdelijke baantjes, vaak ook nog uitzendbaantjes, die maar een paar uur per week of een paar uur per dag omvatten. En de mensen zelf willen anders, willen iets anders. Die willen werk wat bij hen past. En als ze nog niet weten wat bij hen past, willen ze daarin begeleid worden om te achterhalen, om te kunnen nadenken over wat voor mogelijkheden ze zouden kunnen hebben. En die omkering van die vraag van wat heb jij nodig, opdat jij straks in die arbeidsmarkt een zinvolle plek kunt vinden, die vraag moet echt veel meer gesteld worden. En dat betekent een heel andere manier van denken over reïntegratiebeleid. Niet alleen achter de broek zitten, dat voor sommigen best wel goed is en nodig, maar voor de meesten werkt dat dus niet. Dus dat betekent een ander reïntegratiebeleid, meer gericht op de menselijke maat, meer gericht op de persoon, meer maatwerk en ook in overleg met de werkgeverskant, Roland doet er ook heel veel aan, kijken van wat voor mogelijkheden we kunnen creëren, want ja, voor veel mensen zijn die banen die er nu zijn, die zijn gewoon niet haalbaar. Dank, kijken naar kansen en mogelijkheden is de boodschap. Het is tijd, dus ik ga het afronden. Ik wil in ieder geval de sprekers enorm bedanken. Jolan, Wannes, Roland, Ruud. Ik wil Mariel ook bedanken voor het meewerken in de chatfunctie. Want dat is best ingewikkeld om dat allemaal bij te houden. En ik wil vooral ook u als publiek danken voor uw vragen en de discussie. Het was een mooie discussie volgens mij en alle vertrouwen in een mooie toekomst zou ik zeggen. Als laatste, ik sluit dan af met u allen te bedanken en in ieder geval ook uitnodigen voor de volgende zorgsalons van Transo in 2021. Het algehele thema voor 2021 is de waardevolle professional. En onze volgende zorgsalon, zet het vast in uw agenda, is op 18 maart. Misschien live, maar waarschijnlijk online. Dus... Oh, kijk, hier staan ze alle vier, alle data opgenoemd. Dus in ieder geval tot 18 maart. Dank u wel.